Ik ben eigenlijk begonnen als verkoopster bij Panos. Daar heb ik tot heel veel geleerd, heel veel verantwoordelijkheid gekregen. Dan uiteindelijk heb ik verschillende sprongen gemaakt en ben ik uiteindelijk terechtgekomen waar ik nu ben. Ik mag altijd rondrijden met de wagen, ik ga shops gaan bezoeken, ik ga de mensen gaan motiveren, ik ga mijn passie gaan overdragen. De groei van La Lorraine is eigenlijk heel positief geweest voor mij. Daar is nu op een bepaalde manier veel meer structuur. Structuur die mij vooruit helpt in het uitoefenen van mijn job. Ik heb dat ook wel nodig. Je functioneert ook veel beter. Je hebt ook dingen die je belangen niet meer zo snel vergeet. En toch is voor mij het familiale en collegiale gebleven.